Als het goed is, ik kijk even. Voor de rest ben ik geen controlfreak. Volgens mij zijn we live, hoor. Denk ik ook. Ja, kijk eens hoe gezellig wij zitten. Nou, wat leuk. Nou. Nou, leuk, nou, samen. Ja, we zijn weer live eens een keer samen vanuit Mediumschap XXL. Ja, jij natuurlijk vanuit Studio Engeland. En, zoals Frank zou zeggen. En ik vanuit Studio Maarsen. Ja, hoe leuk is dat? Superleuk. Bijna hebben we de week. Nog eventjes en dan hebben we de week. Hoe bijzonder is dat het toch allemaal wel doorgaat. En dat we goede maatregelen hebben getroffen rondom corona. Ja, slim. Dat we het mogen doen. Ja. Dus dat is heel fijn. En we gaan het hebben vanavond over de bedoeling van het mediumschap. En jij omschreef het heel mooi. Ik moest een beetje lachen. Je zei van, wat is het nut van mediumschap? Wat is het nut van mediumschap? Ja. Nee, maar mensen, ik denk ook wel dat dat iets is wat veel mensen, vooral die niet in het vak zitten, best wel tegenaan lopen van, ja, wat is het nou voor nut eigenlijk zo met de spirituele wereld contact maken? Want weet je, wij weten toch dat ze dood zijn. Ik bedoel, wat moeten we daar nog verder mee? En ja, ik denk dat het een goed onderwerp is om daar even op uit te lichten. Ik denk het ook. Ik denk, ik ga dus een beetje mijn gedachten met jou delen over hoe ik dat ervaar. En dan vind leuk. Ik het leuk. Mag ik één ding zeggen voordat we gaan beginnen? Als mensen nou kijken en vraag gerust jullie vragen, stel jullie vragen. Dat zien wij in de chat en dat vinden we hartstikke leuk. Om daar ook op met jullie over te bomen. Dus mochten jullie daar nou zelf ideeën over hebben. Of zeg je, joh, reflecteer er een beetje op. Voel je vooral vrij. Precies. Nee, het is leuk. Ja, een beetje interactief, toch? Dat is leuk. Ja, absoluut. Ja. Ja. En we zijn goed te horen, neem ik aan, voor iedereen. Dat is ook niet onbelangrijk. Volgens mij wel, ja. Ja, denk ik ook. Ik zie Marina, Lucie al. Leuk. Nou ja, de bedoeling of de diepere bedoeling van het mediumschap. Ik denk, het is een heel breed onderwerp natuurlijk. En mediumschap uit zich in hele vele vormen. Maar ik geloof dat het een diepere bedoeling of een bedoeling van mediumschap is healing en bewustwording in mijn beleving. Ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet, Rosita. Maar healing in de zin van dat we de liefde en het leven mogen doorgeven. En dat vaak een vorm van healing is voor heel veel mensen. Omdat heel veel mensen toch misschien, op het moment dat je iemand verliest, dat iemand is niet weg. Maar iemand leeft door en is om ons heen. Dus het mediumschap zoals wij dat hebben ontwikkeld, is bedoeling voor healing en bewustwording, denk ik. Ben je dat met mij eens? Of hoe zie je dat? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat juist deze elementen misschien wel het allerbelangrijkste zijn, weet je? De rouw verzachten, als je het zo mag noemen, of een betere plek kunnen geven, is dan hier in dit geval. En inderdaad laten zien dat de dood niet per se een einde is. En volgens mij heb je dat prima samengevat. En ik denk dat dat ook precies de reden is, omdat we dat beide zo belangrijk vinden, waarom we zo hard trainen voor die bewijzen. Mm. En ja, weet je, om te laten zien dat ze echt bij ons zijn. Dat we het niet zitten te verzinnen. Nee. Als het ware. Want eigenlijk is om tot de bedoeling van mediumschap te komen, volgens mij, het ook heel belangrijk dat het heel goed uitgeoefend wordt. Nou, absoluut. Jij schreef daar iets vandaag over, wat ik heel mooi vond. Ja. Want jij zei van, ja, als het inderdaad goed uitgevoerd wordt, hè, dan is het heel helder. Ja. En niet vaag en niet zweverig. En daar ben ik het helemaal met je eens. En tegelijkertijd hoop ik ook dat het voor mensen dit gesprek misschien een mooie aanmoediging mag zijn om hun eigen mediumschap te mogen ervaren op dagelijks niveau. Want uiteindelijk geloof ik dat wij allemaal een waarneming kunnen hebben wat je iets geeft in het dagelijks leven natuurlijk. Nog even losstaand van inderdaad op het moment dat je het mediumschap ontwikkelt en werkt als medium, dan moet het echt inderdaad gewoon goed uitgevoerd worden om het zo helder en duidelijk mogelijk te krijgen. Ja, zeker. Voor mij zijn het ook twee losstaande feiten, zeg maar. Dus als het vanuit de medium bekeken en vanuit de theorie dat je contact kan maken met de spirituele wereld. Want daar hoef je niet per se voor als medium te werken. Precies. Want dat kan ook helend zijn, weet je. Op het moment dat je
iemand heel dierbaar bent verloren en je voelt ze om je heen op welke manier dan ook, je ruikt ze, je krijgt signalen door muziek bijvoorbeeld, of weet ik veel wat. Ja. Hoe bijzonder is het dat je dat gelooft en dat je daar dus ook mee bezig bent? Volgens mij is dat healender dan dat kan eigenlijk niet. Nee, absoluut. Weten dat je geliefden er nog zijn. En daar hoef je geen werkend medium voor te zijn zoals wij dat doen. Nee, precies. Want ik denk ook voor heel veel mensen die wel het mediumschap graag willen ontwikkelen, is het ook mooi om te weten dat het voor je eigen persoonlijke ontwikkeling ook een enorme mooie tool kan zijn, toch? Ja, zeker. Dat is een zachtjes uitdrukking. Ja. Ik ben echt een beter mens voor mezelf. Vooral ik laat aan anderen hoe anderen dat ervaren. Maar voor mijzelf ben ik echt een beter mens door geworden. Krachtiger geworden, sterker gaan staan. En je blijft ook ontwikkelen daarin. Dus ik denk niet dat per se de bedoeling is van mediumschap. Maar dat is wel een leuke bijkomstigheid. Ja, absoluut. En verder denk ik ook dat de bedoeling van het mediumschap bewustwording is. Hè? Dus dat we bewust worden over het aardse leven en wat is nou de bedoeling van het aardse leven. En ik ben ook heel benieuwd over mensen die kijken, die dat misschien met ons willen delen, van hoe ervaar je dat zelf? Waarom ben je hier? Waarom zijn we hier? En wat is nou eigenlijk het nut van het aardse leven? Want het heeft natuurlijk een nut en het heeft een bedoeling. Dus ik ben wel benieuwd eigenlijk hoe andere mensen dat ervaren. Hoe ervaar jij dat, Rosita? Dat is een vraag die ik mezelf continu ben blijven stellen. En ik heb daar verschillende keren antwoord op gehad. Zowel vanuit mijn eigen mediumschap, maar ook vanuit andere mediumschappen. En we zijn hier inderdaad wel ergens voor. Ik denk alleen dat we waar we hiervoor zijn, misschien niet altijd heel goed beroep doen. Weet je, wat de spirituele wereld ook zegt, is dat we hier zijn om de aarde te verzorgen. Wat mooi. Want dat heeft natuurlijk ook net zo goed een ziel als dat wij dat hebben. En alleen staand kan dat wel, maar wij zijn er dus ook om die aarde te balanceren op welke manier dan ook. En ik denk niet dat wij precies begrijpen waarom. Maar dat is ook wel wat ze zeggen. Ze zeggen ook wel dat we de schaduwkanten van het leven moeten ervaren, want dat in de spirituele wereld natuurlijk niet kan. En we hier deze ervaringen op moeten doen en die als herinnering mee moeten nemen naar de spirituele wereld, als het ware. Ja. En heeft dat dan te maken, ik vraag hem eigenlijk hardop, en ik aan iedereen en die luistert en kijkt, en ook aan jou, Rosita. Als we het hebben over die schaduwkant, hè, is het dan te maken, heeft dat heel erg te maken met dualiteit? Denk ik wel, ja. En ook, ik denk ook wel het ervaren van die dualiteit, weet je, want daar is natuurlijk alles. Dat liefde wat wij zo graag willen nastreven, omdat we dat ergens wel voelen, dat we daar vandaan komen, dat eigenlijk onze natuur is. Maar dat kan hier niet helemaal. We moeten gewoon dat donkere ervaren. Ja, en volgens mij begrijpen we dat pas in de spirituele wereld. Nou ja, kijk, zoals die dualiteit, hè, dus dat je het donkere ervaart om juist het licht in jezelf ook weer te kunnen ervaren. En ik vind als we het dan hebben over het nut of de bedoeling van het mediumschap, is dat het mediumschap niet alleen maar bedoeld is voor, oh, we maken even contacten met overleden dierbaren, maar we worden er ook dus een bewuster mens van. Juist om misschien bewuster die dualiteit te ervaren en daardoor je ontwikkeling te doen. Of bewuster je ontwikkeling te maken. En welke ontwikkeling bedoel je dan? De spirituele ontwikkeling, als ik het goed begrijp. Ja, eigenlijk je menselijke, persoonlijke, spirituele ontwikkeling. Want uiteindelijk heeft dat natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Ja, ik denk dat we daardoor ook wel deze ervaring doen of moeten doen. Ik bedoel, dat is. Af en toe zie ik het nut niet, maar. dat zegt echt alles over mij. Ja. De ervaring die hier is, is wel een. Iets bijzonders, denk ik. Want ik denk niet dat er zo'n ervaring nog is als dit. Als jij bedoelt als het aardse leven. Als het aardse, ja. Ja. Nou, zeker. En op het moment dat je het mediumschap ontwikkelt, dan heb je wel een soort bewuster lijntje met daar waar wij vandaan komen. Ja. En door het ontwikkelen van het mediumschap ervaar je ook die mooie wonderen eigenlijk, hè, vanuit de spirituele wereld, die ons doen beseffen dat we veel meer zijn dan alleen dit lijf en dit persoonlijke stuk. Ja, en hoe bijzonder is het eigenlijk dat we het zo superieur maken hier. Hè? We zijn hier zo mee, met dat, met dit bezig, maar
dat we het bijna niet los of zo kunnen zien. Meer van dat we eigenlijk veel meer zijn dan dat. Dat is ook apart, vind je niet? Nee, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. En dat vind ik ook wel met het mediumschap inderdaad, dat het een ontwikkeling is voor ons allemaal. Wij mogen dit allemaal ontwikkelen. Dat wil niet zeggen dat we allemaal als medium moeten gaan werken, maar wel de ontwikkeling is wel belangrijk, denk ik, voor iedereen. Omdat het je bewuster maakt over het aardse. En het wordt inderdaad veel te speciaal gemaakt. Daar ben ik heel met je eens. Ja, nou ja, niet zozeer het mediumschap, maar het aardse. Wat ineens ook door mijn hoofd schoot toen jij zei, we mogen het allemaal ontwikkelen. Want ik denk dat wij er allebei wel hetzelfde over denken. Dat niet iedereen het kan doen om te werken, zeg maar, van te maken. Mm-hmm. Maar ik weet je dat het. Ik weet niet precies waarom ik eraan dacht, hoor. Maar die eerste momenten van een nieuwe. Iemand die nieuw in een groep komt. Ja. En die eerst contact maakt met die ongeziene wereld. En dat wat er dan bij iemand gebeurt, hè. Ja. Dat maakt me altijd weer even nederig of zo. Dat ik denk, oh, wat was het toch eigenlijk mooi, hè, die eerste. En we doen het nou, we doen het wel even, ja. Weet je. Ja, ik vind dat echt bijzonder om te zien, hoor. Ja, nee, maar dat is ook zo. Ik herinner me als de dag van gisteren dat ik het voor het eerst dacht, oh. Is dat het? Is dat het? Ja, ik had hetzelfde. Ja, en dat je... Je MSN. Ja. Via MSN nog herinneren? Wat zeg je? Mijn eerste contact, bewuste contact, was via MSN. Dat chatten. Oh, echt waar? Ja. En waarom MSN? Ja, dat is, weet je, vroeger had je, toen was er nog niet zo heel veel met Engels mediumschap, zeg maar. En ik merkte gewoon dat het Nederlandse mediumschap niet echt iets is wat ik toen adoreerde. Mm-hmm. En er waren van die forums waar je dan op kon lezen. En dan spraken we een avond af om met elkaar dan te chatten. En ja. Zo deden we dat dan, de leiding. En dan ging je contact maken en dat typte je dan. Ja, ja, grappig, leuk. Ook een goede vorm. Ja, bizar, hè? Ook een leuke vorm. Er zijn een aantal mensen bijgekomen. Leuk, iemand, Helene. Ja, heel leuk. Helene, dat je er bent, wat leuk. Mooi onderwerp, het donker. Dit is ook mooi. Ja. Even kijken. Make it a better place for you and for me. Ja, prachtig. The world. Oh, wat goed, je kan die reacties nou opzetten. Ja, weet je dat niet? Nee. Ja, heb je weer wat geleerd? Kijk, Leo is er ook bij. Wat leuk. Ja, nee, maar wat Helene heel terecht zegt, het donkere zou er niet zijn zonder het licht. Dat is ook zo. En het achter het donker schijnt een licht. Daardoor kan het weer donker zijn. Mooi. Ja, absoluut. Ja, heel mooi. En ook de... Ja, hier. Zij is nog uit de tijd van dat MSN. Dus dat is dan grappig. Ja? Ja. Oh, wat leuk. Echt al 20 jaar geleden al. Misschien wel langer. Hmm. Ja, weet je, en wat ik begrijp een beetje inmiddels, maar of het echt helemaal zo is zoals ze het vertellen, is dat de spirituele wereld echt zegt, weet je, wij zijn de vertalers van hun wereld en er kunnen er niet genoeg zijn. Er kunnen er niet genoeg zijn. En weet je, de competitie hoeft ook helemaal niet, want we moeten met z'n allen een stem zijn voor de ongeziene wereld. En je ziet het nu in de wereld een beetje, hè, de verdeeldheid een beetje komen. Ik denk juist nu dat het nodig is. Ik denk wel dat mensen. Wat is dat dan de bedoeling? Nou, ik denk wel dat mensen nu meer dan ooit op zoek zijn naar bewustwording en het stukje stilstaan nu bij het hoe en waarom. Ja. Dus in die zin, absoluut. Ik weet niet of er ook mensen zijn eigenlijk die kijken, die ook naar onze week komen. Zijn er mensen bij die ook naar de week in november toekomen? Weet je dat? Weet ik niet. Ik weet niet of ik kan zien wie er kijkt. Zo goed ben ik hier niet in. Ja, dat is dan weer jammer, hè? Dat is dan weer jammer. Want, nou, misschien inderdaad die even kunnen laten weten of ze er... Ja, leuk. En misschien is het ook goed om te vertellen, dat jij zei het al even een beetje, dat we echt goede maatregelen hebben genomen ook. Dat we niet met meer mensen in zalen zitten. Ja. En we hebben echt een heel tof programma. Nog één. Oh, wat leuk, Yolanda, John en Laura, wat leuk. Oh, superleuk. Hier kan ik het aan, Wouden. Hou ik niet op. Leuk, mensen. We hebben er zo ontzettend veel zin in. We hebben er zo elke keer aan ook.
Heb jij ook niet time dat je elke keer denkt, oh, wou ik zelf ook nog even die week kon doen? Ja, nou, weet je wat de verwondering van dat eerste, die eerste fase dat je aan het ontwikkelen bent. Dat ik kan nog steeds enorm geraakt en verwonderd raken. Maar de ontdekkingsreis bij jezelf, dat is altijd een magisch iets. Ja, en dat raak je echt kwijt, mensen. Dus geniet ervan. Geniet van dit proces gewoon. Ja, is ook heel mooi. Dat is ook heel mooi. Nou, dat is dan jammer, Priscilla. Volgend jaar dan. Gaan we vast nog een keer doen. We gaan het vast nog een keer doen. Ja, want we zijn bijna vol volgens mij. We zijn bijna uitgekomen. Ja, we zijn bijna vol. We hebben nog een paar plekken. Echt paar. Weet je, het is nu gewoon... Eigenlijk zijn alle groepen goed. En we kunnen nu nog... Wat ben ik nu aan het doen? Oh, ontwikkelen, denk ik. Mm-hmm. Weet ik niet. Ja, Evelien zit bij mij in de training. En die is echt net de stappen aan het zetten van de ontwikkeling. Oh, wat leuk. Wat ja. Leuk. Leuk. Ik wou wat zeggen, dan weet ik niet meer. Oh, echt, dat is echt de leeftijd, hè, jongens? Of niet? Zou dat ook ontwikkeling zijn? Nee, dat is de leeftijd. Johan zegt, mooi om te ervaren... Ik ga hem erin zetten. ...het overzicht heeft dat wij als mensen bij niet kunnen beseffen. Dat vind ik heel mooi omschreven, Johan. Want dat is natuurlijk ook zo. Ja, want op het moment dat wij het hele overzicht wel hebben... dan denk ik dat wij mensen ook niet meer onze lessen leren. Dus we moeten soms... een stuk versluier blijven om in die zin je aardse dingen te kunnen beleven. Dat is mijn mening. Ja, en zie jij het als lessen of als ervaringen? Want ik weet dat... Ervaring, lessen. Ja, ervaringen. Lessen vind ik altijd een beetje, dat je kan het zo omschrijven. Maar ik zie het meer als ervaringen. Ja. Om, ik denk, en dat is misschien wel wat ik heel graag zou willen delen. Ik geloof dat de ontwikkeling van mediumschap ons helpt... om onszelf te kunnen ervaren in wie wij ten diepste zijn. Ja, maar er zijn ook mediums, als ik dan even de bad guy mag zijn in dit verhaal. Er zijn natuurlijk ook mediums die helemaal niet dat diepe, mooie willen ervaren. Die eigenlijk juist die andere kant willen belichten. Maar die zijn eigenlijk ook fantastische mediums. Hoe kan dat dan? Wat bedoel jij dan? Dan kan je een voorbeeld noemen, ik weet niet helemaal wat je bedoelt. Nou, dat er ook mensen zijn die niet naar die ziel willen duiken. Die feitelijk... Nee, oké, dat snap ik. Maar ik weet zeker dat elk medium, of die nou vanuit dat stukje spiritualiteit of bewustzijn heeft of niet. Elk medium, op het moment dat je het contact maakt... Voel je, weet je wie je bent. Ja, maar stel je nou eens voor, ik ben nu even de slechte ontvanger, zeg maar. Stel je nou eens voor dat iemand het niet wil. Die wil niet voelen wie die is. En toch een fantastisch medium, dat kan ook. Maar ik ga daar toch tegen in, want ik geloof dat het niet uitmaakt. Of je het wel wil of niet wil. Het is een weten. Net zoals dat je vanuit een goed mediumschap... je weet dat je een verbinding hebt met een overleden dierbare. Ja, dat neem ik aan. Dus maak je dus contact. Dus dan ben je verbonden met die intelligentie om ons heen. Dus breng je dat hoe dan ook een stukje dichter bij thuis. Ja, ik denk het ook. Maar ik heb wel eens mensen gezien... die juist doordat ze die liefde voelden... juist recalcitrant werden, nog meer af gingen zetten, nog meer ruzie maken met andere mensen, noem maar op. Je kan van alles bedenken wat dat dan teweeg brengt. Dus het is ook goed om in die ontwikkeling het spirituele aspect niet te vergeten, denk ik. Oh, ik geloof dat nummer 1 is. Ik geloof dat eigenlijk mijn mening is dat het alleen maar daarmee start, maar ik weet ook dat heel veel mensen dat overslaan. Ja. Maar dan nog op het moment... Kijk, ik heb het altijd heel erg als een win-win situatie gezien. Op het moment dat ik mijn spirituele ontwikkeling erin meeneem, die nooit klaar is overigens, dat je en het mediumschapstukje, op het moment dat je dat tegelijkertijd doet, dan allereerst verdwijnt er heel veel ruis van de lijn, dus hoe zuiverder een mediumschap je dan krijgt. En ja, het is een win-win situatie, dus hoe fijn is het als je meer ruimte krijgt in je eigen systeem, omdat je... ook besluit om jezelf spiritueel gezien onder de loep te nemen. Dat is heerlijk. Ja, dat vind ik ook. Ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar wij weten allebei dat het niet bij iedereen het geval is. En dat is hetzelfde als het element... veel mensen denken dat het dan over religie gaat. Maar dat hoeft echt helemaal niet. Het mag. Het kan een keuze zijn die je maakt in mediumschap.
Maar de bedoeling van het hele verhaal is denk ik zo liefdevol mogelijk die overledene te geven. Wat bedoel je, de liefde naar de overledene? Nee, dat wij zo liefdevol mogelijk de liefde de overledene moeten geven. Ik bedoel, ik kan wel koude contact maken met alleen maar feiten en een beetje opdreunen. Maar dan is de essentie van die healing volgens mij veel minder. Ik heb een leuk idee ineens, Rosita. Aha, we gaan contact maken zeker. Ik dacht, als de mensen, ik weet niet helemaal niet hoeveel mensen er kijken. En het is misschien wel een leuk experiment. Ik vind het heerlijk experimentjes. Ik hou er zo van. Ik word er altijd helemaal blij van. Ik ben overal. Kijk, we hebben het over het nut en de bedoeling van het mediumschap. En misschien is het wel leuk als we een contact maken nu. Misschien wij samen of allebei apart. Het maakt niet uit wat er gebeurt. En dat we gewoon kijken voor, want het is een intelligentie. Dus het zal voor iemand zijn die kijkt. En dat we daaruit ook analyseren van, oké, maar wat is dan de diepere bedoeling? Wat is de purpose van het mediumschap? Wat wil de spirituele wereld? Oh, krijg ik kipvel van. Dus ik denk gewoon dat we het moeten doen. Ja, wacht even dan, oké? Okay? Iedereen die kijkt. We weten nog niet of we het nu samen gaan doen of los van elkaar. Dat gaan we zo even bekijken. Maar voor iedereen die kijkt, wij gaan zo contact maken met de spirituele wereld. Als wij dat doen, is er iets van jullie, iets heel erg belangrijk, is dat jullie, als je het herkent, in de chat ja, nee of weet ik niet typen. Wij weten dat er een vertraging zit, dus wij zullen wachten met de statements. Dus we maken wat statements, dan zullen we wachten en dan komt de volgende. Op het moment dat jullie iemand hebben, als jullie het begrijpen, dan zullen we vertellen. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat ik bijvoorbeeld het karma maak, dat ik de ondertiteling doe. Dus dat ik zeg, kijk, hier is nou het moment of hier gebeurt iets. We zullen wel even kijken waar het heen gaat. Maar alsjeblieft, geef zo eerlijk mogelijk de ja en de nee. Of dat weet ik niet. Maar liever alleen de ja voor karma dan. Nee hoor, het is wel... alleen maar ja. Nee, het is leuk, want het is gewoon een experiment en ik weet ook helemaal niet of het gaat werken. Het maakt helemaal niks uit, laten we het gewoon proberen. Zullen we gewoon allebei in contact maken en dat we elkaar even ondersteunen in wat er gebeurt? Ja, heel leuk. Oké, zal ik beginnen? Begin jij maar. Okay. Want, weet je waarom ik zie ook dat er bij Karma dus al een contact is. Dus ik zie ook dat zij, op het moment dat zij aanging, zij stiekem al iemand voelde. Nou, nee, wacht even hoor, want ik voel wel iets, maar ik moet nog eventjes een beetje informatie. Mm. Ik stem me heel even af, als jij eventjes doorkletst, stem me af op wat ik voel en dan gaan we eens even kijken. Ja, op het moment, want de spirituele wereld is er altijd, hè mensen. Dus het is zo dat op het moment dat wij ons bewustzijn veranderen, want dat is wat een medium eigenlijk doet. Het is niet zo dat wij ineens met onze antennes de spirituele wereld ingaan. Wij veranderen ons bewustzijn en door ons bewustzijn te veranderen, zijn we bewust van de wereld die we niet kunnen zien met onze fysieke ogen? En op het moment dat karma iemand heeft, dan laat ze het dan maar weten. Oké, ik heb hier een man en het eerste wat hij me laat zien en laat voelen is dat hij een muziekleraar was. Dus ik heb het idee dat er iemand hier is die deze man gekend heeft. Was een muziekleraar en er was ook een muzikant. Ik weet dat hij muziek maakte, maar hij was ook een leraar. Hij vond niks fijners als dat door te geven aan studenten, aan jongeren. En hij was heel gepassioneerd over zijn vak en over muziek en over de helende werking van muziek. Grappig genoeg, een bijzonder spirituele man, maar niet spiritueel bewust zoals wij dat zijn. Maar hij was als iemand het herkent, ik hè? Wat zeg je? Ja. Nee, ik zeg, als iemand het herkent, zeg ja of nee. Oké, ik ga gewoon maar even verder. Ik weet dat deze man heel plotseling overleden is. Dus ik krijg echt mijn hart. Ik weet dat hij... Ik ben er en ik ben er niet. Het overkomt me eigenlijk. Dus er moet iemand hier zijn. En dat hoop ik wel dat dat zo is. Ja, er zit iets vertraging in. Dus we moeten heel even wachten tot mensen... Dus een muziekleraar die zijn passie echt in muziek had. Rianne herkent het. Heel herkenbaar. Nou, dus laten we aan het contact herkent. Ja, wat hij me laat voelen is hij vindt het een heel leuk experiment. Hij vindt het heel leuk, want hij houdt heel tof. Was een beetje, ook wel een beetje een charmante man. Hij was iemand die graag mensen
op een hele spelender wijs zich comfortabel lieten voelen met muziek maken. Want hij was van mening, iedereen kan muziek maken. Iedereen kan daar iets mee. En ik weet dat zijn dood was echt een schok, want hij is heel plotseling overleden. Dat is wat ik van hem weet. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd of iemand dit nog herkent. Dus we moeten even wachten, want dat is natuurlijk een vertraging. Dat is met vertaling werken. Lekker vasthouden, Jaap. Oké, is er iemand die dit herkent? Het is ook voor iemand hier die zelf ook muziek maakt. En daar of even mee gestopt is. En eigenlijk weer mee aan de gang zou moeten. Oké. Ik krijg nog niks. Er zitten best veel mensen te kijken, dus... Oh, eigenlijk, waarom doen we dit weer? Jij met je gekke ideeën. Nou, ik wil even denken hoor, eventjes goed. Oké, er is dus niemand die hier een man kent die een muziekleraar was. Rianne Weijer, die herkent het alleen behalve de muziekleraar. Hij leerde wel zijn kinderen muziek maken. Oké. En Rianne begrijpt het 99%. Ze heeft net zelf een zangles geboekt. Maar het gaat over iemand die overleden is, hè Rianne? En Rianne Weijen herkent het allemaal behalve de muziekleraar. Hij leerde zijn kinderen muziek. Nee, hij was echt muziekleraar. Want ik zie het namelijk. Ik zie dat hij... Ja, ik zie gewoon dat hij meerdere mensen muziekles gaf. En dus dat weet ik zeker. Nou, we moeten even wachten tot ze typen. Ik kom ook weer met iets van... Nou ja, dus ja, jij ook weer. Geef niet. Maar mijn vader zou gezegd hebben, eerst gedaan en toegedacht. Heeft mij geen in leed gebracht. Hey, maar serieus? That's me. That's me. Ja. Ik ga er nog in mee ook. Dat is nog het ergste van alles. Ja. Dan haak ik af. Wacht even. Ja, helder mijn oom. Ja, ik denk dat je bij Rianne zit. Het overlijden klopt. Ja. Oh, oké. Het klopt allemaal. Ja, het klopt allemaal. Helder mijn oom. Zegt ze. Nou, bijzonder, Rianne, blijf even op de lijn. Ik wil even al het bijzonder. Dus je herkent alles. Dat ze herkent 99%. Dus behalve... Okay. Ik weet niet wat ze niet herkent. Maar. Het overlijden klopt ook. Oké. Nou, hij vindt het wel een leuk experiment. Maar hij wil het ook over jou hebben. Want, Rianne, klopt het dat jij... dat jij zelf een beetje je creativiteit kwijt bent. Je bent een beetje je mist op dit moment een bepaalde uitlaatklep ook. Je hebt eigenlijk nodig een soort setje. En ik denk dat je oom je dat toch kon brengen. Is, ga weer eens spelen. Ga weer eens je creativiteit gebruiken. Want die heb jij ook. En dat mag je weer op gaan pakken. Dus ik hoop heel erg dat je voelt dat hij je dit kon brengen. Maar nog wat anders, Rianne. Ik weet, hij laat mij voelen, klopt het dat er best wel veel gedoe is geweest in de familie? Je kan nu niet ja of nee zeggen, maar hij laat me weten. Hij heeft het hier over dat de familie moet weer herenigd worden of bij elkaar komen. Want ik weet dat, hij laat mij weten... dat wat familie uit elkaar gevallen is. Ik weet niet, ken jij Rianne? Want ik ken Rianne niet, volgens mij. Ik ken Rianne, ja. Maar ik weet niks van Rianne, maar ik ken haar wel. Oh, jij weet niks van Rianne, oké. Ze is inderdaad de creatief kwijt geweest. De uitlaatklep ook. Na die muziekles. En ze schrijft altijd. Zij maakt hele mooie gedichten en leuke... dat soort dingen. Nou, ja, weet je, ik krijg kippenvel van, man. Dit leuk, hè? Dat het dan toch wel werkt. Maar Rian, wat ik je wil zeggen is... hij wil nog meer zeggen. Even wachten. Ik wil graag zeggen dat je dat weer oppakt. En dat, dit is heel duidelijk. Jouw oom vertelt mij over jou. Je bent een Einzelganger. Je bent niet iemand die heel graag met grote groepen en veel mensen bent. Je bent graag op jezelf, want je hebt een enorme creativiteit te delen. Je hebt een enorme diepere woorden te delen met mensen. En daarvoor moet je vaak alleen zijn. Je bent niet eenzaam, maar je bent soms wel alleen. En dat is oké, dat hoort erbij. Familie is altijd gedoe. Ja, het is altijd gedoe. Zijn dochter, zijn zoon, zijn tweede vrouw, daar zit zijn dochter mee. Oké.
hij wil zeggen, lachaam. Trek, maar zorg dat je je eigen ding doet en zorg dat je je eigen pad volgt, met name met die creativiteit. Je bent een hele bijzondere vrouw, Rianne. Je hebt mensen iets te vertellen, je hebt mensen iets te geven. Zing letterlijk het lied van je hart op jouw manier. Hij was muziek, jij doet het misschien met woorden of je schrijft, maar zing het lied van je hart middels je creativiteit. En daarmee wil ik het even afsluiten, maar je krijgt heel veel liefs van hem. Rianne, en ik hoop dat je er heel erg iets, dat je er iets aan hebt en dat het je motiveert. En heel veel liefs van hem. Het is een hele leuke man. Hij is een beetje een charmeur. Hij staat mij hier een beetje te charmeren, moet ik eerlijk zeggen. Hij is echt een leuke man. Ik vond het leuk eventjes. Alsjeblieft, mooi. Heel veel liefs van hem. En nou vind ik het interessant, want we hebben het over het nut van het mediumschap en de bedoeling. Nou mensen, wat kunnen we hieruit halen? Dat de bedoeling goed was. Ja. De bedoeling was goed. Goed bedoeld. Ja, nee, maar hoe echt mooi. Maar ook, en ik denk dat mensen dat kunnen beamen, dat je het kan, we konden het allemaal voelen. En mediumschap is natuurlijk, waar we het net al even over hadden, het feitelijke element is belangrijk, want daardoor kan je die mooie boodschap geven. Absoluut. Absoluut. En wat ik hier eigenlijk, ik persoonlijk, ik weet niet hoe jij dat denkt, Rosita, maar ik persoonlijk, zo'n contact, die maak ik voor Rianne. Maar eigenlijk is dit voor ons allemaal. Rianne moet nog erg lachen, omdat hij... Ja, ik zal hem vinden. Wat ik wil echt heel graag wil benadrukken, want dit is natuurlijk niet alleen maar voor Rianne, dit is voor ons allemaal. Ja. Want deze oom die bracht door dat je je eigen lied moet zingen van je hart. En wat jij wilt delen en moet uiten. Wat jouw ziel te vertellen heeft. En als we nou slim zijn, nemen we dat allemaal aan. Want dat is zo mooi. En daar is mediumschap denk ik ook voor bedoeld. Zeker, want weet je ziet ook vaak in demonstraties. Dat op een avond krijgen acht contacten of zo. En soms heb je zalen van 100 mensen. En het is heel belangrijk dat iedereen zich geïnspireerd voelt om na te denken over dat leven na de dood. Maar ook inderdaad over geraakt te worden dat ze ons nog volgen en dat ze voor ons zorgen op welke manier dan ook. Precies, precies. Mooi. Nou, ik vind dit weer een mooi voorbeeld wat de bedoeling is van het mediumschap. Ja. Het is voor allemaal de liefde maar doorgegeven worden. En er zit zo'n intelligentie in en ik vind het zo mooi om dat te delen. Ja, en ook, weet je, mediumschap is geen kunstje. En eigenlijk is mediumschap een spontaniteit, heel eerlijk gezegd. Eens. En wij hebben het zo getraind dat we het op commando kunnen doen, zeg maar. Maar het is iets wat een natuurlijk proces is. Dus deze meneer was hier waarschijnlijk al om dit te doen. Ik vond het heel mooi contact, ook mooie bewijzen. Ja, het was heel mooi. Ik ben heel dankbaar dat het zo ontstond. En weet je, ik voeg in die zin mijn gevoel... Dat moeten we blijkbaar doen en dan is het de bedoeling. En ik hoop echt dat het meerdere mensen wat gegeven heeft. Ja, dat mooi. En nu mag jij. Nu mag ik. Nou, daar gaan we dan. Dan moet jij even op de dingen letten. Hè. Kijk ik let ook wel op. Ik ga hem opletten. Doe maar lekker even afstemmen, rustig. Leuk hè mensen, dit? Zo leuk? Ja, gaan we elke week doen. Live op Facebook. Ja. Ja. Het is mooi mensen, dit ook om te zien. Misschien dat je als je kijkt, kan je zien wat Rosita doet. Ze stemt zich duidelijk af. En het is ook, weet je, het is eigenlijk heel dicht bij ons in die zin. Hè? Het is een gedachte voorbij. Leuk. Ja, ik heb er een. Nou, kom op. Ik heb er een. Een vrouw en ik hoorde mijn kind zeggen, dus ik weet dat het een moeder van iemand is die hier is. Eerlijk gezegd voel ik ontzettend veel emoties bij haar komen, dus ik weet dat ze bij leven heel cliché, maar een hele liefdevolle, warme vrouw was. Dus ik voel haar heel behulpzaam, ontzettend betrokken bij de kinderen. Ik weet ook dat ze heel creatief was in het helpen van haar kinderen. Want ze laat me het helpen op school zien. Dus letterlijk het knutselen in de kleuterklas. Dan zie ik er nog iets verder gaan met helpen met boekenkasten en dat soort dingen. Het is echt een actieve moeder ook
geweest. Ik heb zelfs het gevoel dat ze voor mijn zoon komt. Dus dat er een man is die kijkt en waar deze moeder voor is. Ik heb ook het gevoel dat ze altijd geleerd heeft aan de zoon om echt in het leven te staan, om vragen te stellen, om op welke manier dan ook altijd kritisch te blijven op een positieve en liefdevolle manier. Niet kritisch om kritisch te zijn, maar altijd de achterliggende gedachten te zoeken. Het grappige is dat ik het idee heb dat ze... Ik zou bijna willen zeggen dat ze alles wat zij deed, dat maakte ze ook visueel, omdat ze het heel belangrijk vond dat haar kinderen begrepen wat haar regels waren. Of begrepen wat zij deed. Want ik zie een bord of zo, en ik kan niet helemaal plaatsen wat ze me nou laat zien. Maar ik zie een bord, een soort van in de keuken met plakdingen erop. Bijvoorbeeld, de maandag had een kleur en dan werd daar van alles onder. Dit moest die doen en dit moest dat doen. En dat is een beetje het gevoel wat ze me geeft. Een ontzettend positieve, creatieve, liefdevolle vrouw. Zij geeft me ook het gevoel dat ze ziek is geweest op het laatst. En haar, haar kinderen... Ja, niet kon missen. Ze wilde dat gewoon niet missen. Is er iemand die dit begrijpt? Ik denk heel eerlijk gezegd dat ik naar een man moet. Ja, dat zei hij. Hè? Dus is er een man die kijkt, die zijn moeder verloren is en herkent wat Rosita allemaal vertelt? Nou, we hebben vertraging, dus we wachten even rustig. Ja, we wachten even. Want wat ik ook nog voel, is dat ik zie haar handschriften zo. Het lijkt alsof ze misschien is ze ook wel betrokken geweest bij kleuters of zo. Want ze laat me maar die kleuterklas zien. Maar ik voel niet het gevoel van juffrouw. Dus ik vind het apart dat ik dat voel. Als ik het fout heb met een man, reageer alsjeblieft als je dit herkent bij je moeder. Want ze is hier niet voor niks. Wat was het kenmerkendste stukje nou, Rosita, van haar? Nou, wat mij vooral opvalt, is het creatieve element wat ik zie in die keuken. Ik denk ook dat zij altijd klaar was. Ik zie ook kinderen aan haar tafel zitten die met haar knutselden of zo op een bepaalde manier. En ik herken het niet. Even kijken hoor. Ik ben geen man, maar herken mijn moeder er wel in. Okay. Linda, dan moet je herkennen. Want dan moet je een broer hebben. Want heel eerlijk gezegd heb ik het gevoel dat deze boodschap naar een man moet. En dat klinkt echt heel gek, maar dat is het gevoel wat ik erbij heb. En wat zij me laat zien... Cor herkent een aantal dingen. En ik weet dat we in de vertraging zitten, Cor. Maar dan moet je het creatieve element in haar begrijpen. Want ik zie ook dat ze bijvoorbeeld de dagen van de week een bepaalde kleur gaf, zodat jullie het begrepen. Ik heb ook het gevoel... jongerenwerker, wat is dat? Een jongerenwerker, ja, dat je... ja, dat is een goeie. Wat is een jongerenwerker? Iemand die met jongerenwerk, denk ik. Ja, eigenlijk wel. Maar ik hou wel vast even aan dat man. Want ik heb het idee dat het voor Cor is, heel eerlijk. Ik heb een broer 2 jaar jonger. En Linda, dan wil ik ook even weten of er misschien op dit moment... want dat is denk ik waar de boodschap naartoe moet... of er iets is met je broer. En daar laat ik het zeggen dat hij op dit moment wat structuur en wat begeleiding nodig heeft. Ik moet even wachten. Ik weet een beetje hoe mijn mediumschap werkt. Dus het kan best wel dat op die manier dat er een noodzaak is. Dat Linda de broer zeg maar te horen krijgt. We zijn er voor je. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik heb ook het idee, ik ga nog even door, dat ze in de krant heeft gestaan en dat er een soort plaatselijke krant is geweest die aandacht besteed heeft aan haar, misschien is het wel werk hoor, dat jongerenwerk, aan haar werk. En dat ze met knutsels of met kinderen of wat dan ook in de krant heeft gestaan, want dat is ook wat ze me laat zien. Dus als Cor het is, mag dat ook hoor. Laten we even wachten, even kijken wat er gebeurt. Ja, mijn broer is overspannen, dacht ik al. Ik ben ook benieuwd naar, want ik weet niet of Linda dan uit de konterijen van Twente komt, want ik hoorde de Tubantia, dus ik weet dat het daar de krant is, zeg maar. We wachten nog even, maar daar komt Cor ook vandaan volgens mij die kant, hè? Ja, volgens mij wel. Nou, dat weet ik eigenlijk niet zeker, Cor. Die komt volgens mij uit Friesland of zo.
Dat is lastig, hè? Dat is lekker met Zoom. Ja, moet eventjes wachten met die vertraging. Maar dit is wel mooi. Maar ik heb wel, ja, dat klopt. Want ja, meer in de kant gestaan. Oké. Okay. Ja, weet zeker dat ik bij jou moet zijn, Linda. Ook ja. omdat ik aanga op het moment dat jij reageerde. Ik wil ook zeggen, weet je, het lijkt wel of ze... En ik denk dat jij ook die structuur op een bepaalde manier hebt overgenomen. Dat ook weer in je gezin overbrengt. Ik weet niet, in Noord-Holland. Dat is niet de Tubantia, denk ik. Maar het gevoel wat er zeg maar bij komt, vooral wat voor mij heel erg boven alles is, is dat er structuur en regelmaat nodig is. En dat is er dus ook nodig bij je broer op dit moment. Jouw moeder neemt dus nu de gelegenheid om mij te gebruiken, om tegen jou te zeggen, wil je alsjeblieft tegen je broer zeggen, als de mogelijkheid er is, er wordt voor hem gezorgd, maar hij moet structuur en regelmaat in gaan plannen. Hij moet dingen... op een bepaalde manier helder voor zichzelf maken, zodat hij de dag beter doorkomt. Want het lijkt wel of dat iets is wat zij heel goed wist wat hij nodig had. Ik hoor haar ook zeggen... ik zit mee te kijken, moet ik niet doen. Hè? Ik hoor haar ook dingen zeggen als... het komt wel goed, laat hem vertrouwen hebben. En dat zou ze bij leven ook gezegd hebben. En ik heb ook het gevoel dat er iets is... op dit moment met zijn keuzes, waarin hij eigenlijk keuzes zou moeten maken om beter in het leven voor zichzelf te staan. En daar helpt gewoon, ik zou bijna willen zeggen, de 3 R bij. En ik hoop dat je dat hem kan geven. Voor jou, Linda, ik zou bijna willen zeggen, jullie waren altijd elkaars hulpje en al bij elkaar. En ik heb het gevoel dat die keukentafel die ik zag ook voor jou is. Met andere woorden, als we nog even konden bomen over dit, dan kon ik je helpen om hem te helpen. Ik weet dat je moeder heel dichtbij is en ik weet zeker dat jij dat ook weet. Ontzettend veel liefde van je moeder en geef je broer vooral de 3 R'en. Oh, mooi, Rosita. Prachtig. Heel mooi. Ja, er is nog wat. Ik ben er niet helemaal... als ik helemaal aan ben... Ik ben een diesel, hè, dat duurt bij mij. Dat eerste contact duurt even. Maar als ik helemaal aan ben... Ja, je doet hartstikke goed. Maar weet je... Ik zou ook willen zeggen... tegen jou... hoe is de verbinding bij jullie? Nou, mijn verbinding is prima, maar die bedoel je niet, denk ik. Maar ik zou bijna willen zeggen, Linda, weet je, jij bent een zorg, net als je moeder. Dus, weet je, neem het niet allemaal op je. Laat ik het even zo zeggen. Maar ik weet niet hoe ik dat anders netjes moet zeggen. Ja. Mooi. Mooi. Wat ik nog eventjes wil zeggen is dat dit ook weer een mooi bewijs is dat... dat zeg maar de diepere bedoeling van het mediumschap komt eigenlijk hier ook wel weer heel mooi uit, vind je niet? Ja, vind ik altijd. Ja, en vooral ook als er iemand een opdracht krijgt tussen aanhalingstekens. Het zijn 2 totaal verschillende contacten. En het contact van jou, hè, ik was heel erg voor Rianne voor het doorzetten. En bij Linda is heel erg het feit dat ze de spirituele wereld wil ook licht verspreiden. Absoluut. Dus, weet je, en zij neemt dit mee op welke manier dan ook naar haar broer. En ook al is het niet misschien in woorden van de moeder, maar ze zal het zeker brengen. Want dat is mijn gevoel daarin. Ja. En zo krijg je altijd... zij hebben les bij mij. Ze hebben les bij mij, dus ze weten hoe ik ben. Ja, leuk. Nou, mooi toch? Ik vind het mooi, want ik vind het dat we het leuk dat we dit doen. Het is heel spontaan en we wilden... Ik denk dat het mooi is voor mensen die kijken, dat het fijn is om letterlijk te zien wat er gebeurt. En dat er dus heel veel heling ontstaat. En liefde en bewustzijn en aanmoediging is. En dat dat altijd zo zal zijn. En als je naar ons kijkt, en natuurlijk, we zijn getraind en we zijn geoefend. Maar de verbinding is letterlijk een gedachte voorbij. En dat geldt voor jullie ook. Dus op het moment dat je... steun graag wil ontvangen van je geliefde dierbaren. Dat is erbij. Dat is bij je, bij iedereen. Ja. En ik hoop zo dat dit gesprek een beetje heeft bijgedragen aan dat stukje bewustwording. Ja, dat hoop ik. Ja, dat hoop ik zeker. En ook het feit dat we
geen machines zijn. Weet je, dat het een menselijk aspect is. En een, zeker. Het is altijd zeker. Mooi om te laten zien op dit soort dingen. Ik hou er ook altijd van. Ja, ja, mooi. Mooi. Nou, dat is een mooie. Ik weet niet of er nog vragen zijn, of mensen nog vragen hebben. Ja, graag, zeker. Ik zag dat Laura net vroeg, hoe zie je dat iemand contact heeft of zo? Ja, bij mij, hoe je het zag. Oh, zag ik het bij jou? Oh, ik dacht gewoon in algemeeniteit. Ja. Je weet het, hè? Ja, dat zie je met je gevoel. Op het moment dat iemand, als je, weet je, en wij kennen elkaar, dus dan ken je ook een beetje elkaars dingetjes of zo. Maar je ziet ook of iemand contact heeft of niet. Dat zie je gewoon. Ja. En dat is niet... Hoor dat zien aan mij, Rosie? Ja. Ik zei het ook, maar dat, toen was je al bezig, dan hoor je niet meer wat ik zeg, zeg maar. Maar de, ja, dat is, ja, dat zie ik. Maar dat zie jij ook. Ja, dat is heel grappig, want ik weet niet waarom, het idee ontstond natuurlijk gewoon. En uiteraard hè, word je geïnspireerd om dit te doen, dus mooi. Ach, kijk eens aan, zeg. Ach, jeetje. Nou, wat mooi. Wat nou, dan weet je in ieder geval, weet je, wat dan de bedoeling is. Wat is dan de bedoeling van mediumschap, om te laten zien dat de dood niet bestaat? Nou, absoluut. Een hele mooie afsluiting. Ja. Dat vind ik een hele mooie afsluiting. En Linda, ik geef je allerliefst. We houden je in gedachten even stevig vast. Dit is een heel heftig verlies. Ik hoop dat je er gevoeld hebt door het fantastische contact met wat Rosita voor je gemaakt heeft. Maar inderdaad, dat zeg je heel mooi. Wat is de bedoeling van het mediumschap? Nou ja, de liefde gaat altijd door en ze is niet weg. Ja, en ze is er en ze heeft moeite gedaan om via deze twee kabbelende kippen te komen. Dus alle credits voor je moeder. Ja, mooi hoor. Nou, dan denk ik dat we even een mooie afsluiting. Mooie afsluiting, heel fijn. Ja, nou, het was weer fijn, Carmen, om samen met jou even te kwekken. Dat is altijd heel fijn, ja. Lieve mensen, bedankt voor het kijken en het luisteren. En zijn er vragen, kunnen jullie ons altijd natuurlijk even een berichtje sturen. Zeker. En misschien een aantal zie ik van jullie in november bij onze week. Heb je zoveel zin in? Nou, ik ook. En er zijn nog een paar plekjes volgens mij echt nog maar, ja. Nou echt minimaal. Dus wil je nou nog mee de week? Ben je wat bang voor de coronamaatregelen? We houden echt heel erg goed alles in de gaten. Dus wees daar alsjeblieft niet bang voor. Want wij willen ook niets op het spel zetten. Wij hebben ook respect voor anderen. En we hebben er zo ontzettend veel maatregelen voor genomen. Ja, sorry. Dat is ingepakt thuis. Dus dat komt helemaal goed. Maar inderdaad, mocht je nog... Ik zal de link... onder deze ding zetten. Het is mediumschapxxl.nl. Ja. Mocht je het leuk vinden, van harte welkom. En wie weet anders, tot snel. Tot snel. Goedjes, doei doei. Dag allemaal.